Er waren 2500 dieren te plaatsen. Dat is natuurlijk een hele hoop dieren. En dus we hebben eigenlijk direct onze collega's gecontacteerd om te kijken wie welke dieren kon huisvesten. Anderzijds zijn ook de stamboekhouders gecontacteerd voor de soorten waar stamboeken voor bestaan, om daar te kijken waar de dieren optimaal terechtkwamen voor het Europees kweekprogramma. Straks vertrekken hier de twee zeeschildpadden en de luipaardhaai, de man luipaardhaai, naar Engeland, naar Hul. Maar er zijn ook verschillende honderden dieren van hier ook naar de zoo gekomen. Voor de soorten die wij bij ons konden huisvesten, die zijn allemaal naar de zoo gekomen. Dat is het beste voor die dieren, kortbij, makkelijk transport en weinig of geen stress voor de dieren bij de verplaatsing. Het is uiteraard zo dat het vinden van een nieuwe huisvesting voor 2500 dieren, dat is een heel groot werk. Dat heeft veel uren dag en nacht gekost om dat rond te krijgen, maar het is gelukt. Alle dieren hebben een nieuwe plaats. We zijn erin geslaagd en dat is het belangrijkste.